nog maar 1 uur en dan ben ik klaar. Man, deze playlist is lekker. Oh ja, ik ben lekker aan het dweilen, baby. Dank je. Heel goed. Wie is er dan? Hoi. Mooie jurk, hè? Maar kan ze ook zingen? Niet onder de indruk. Wow, waarom komt er allemaal geld uit het plafond vallen? Zo smakeloos. Hoe lang duurt dit nummer nog? Maak me maar wakker als het voorbij is. Hé, wie is dat achter haar? Wow! Het is de conciërge? Is dat haar echte stem? Er zit goede funk in. Zij is goed, zeg. Ik ga er vandoor. Blijf staan. Wat? Maak ik een kans? Ik? Schoolprinses? De wedstrijd is voorbij. Deze kroon is helemaal voor jou. Gefeliciteerd. Het werd eens tijd dat we echt talent zouden horen. Negeer de handschoenen. Wie denkt deze meid al niet dat ze is? Die kroon zou op mijn hoofd moeten zitten. Mevrouw Betty, het is tijd om op te staan. Het wordt een mooie dag vandaag. Ik heb geslapen als een roos. Uw badjas, mevrouw. Dank je. Ik ga een bad nemen. Dat zal me helpen ontspannen. Ik hoop dat het water warm is. De goudvlokken helpen in ieder geval. Ze doen wonderen voor de huid. Hier zou ik de hele dag in kunnen blijven liggen. Ugh, zo koud hier. Is er een aardbeving? En het is gedaan met mijn nachtrust. Wie heeft er nog koffie nodig met zo'n alarm? Ah, maandagen zijn zo zwaar. Een douche zou moeten helpen. Het liefst een warme. Of wat voor douche dan ook. Heb ik de waterrekening niet betaald? Hallo? Dan ga ik maar stinken vandaag. Natte doekjes zijn beter dan niks. Ze ruiken wel lekker. Ik hoop dat 1 doekje genoeg is. Of 2. Of 3. Ik ben bijna door het hele pakje heen. Alles om je fris te voelen, toch? Als het om ware liefde gaat, speelt geld helemaal geen rol. Of toch wel? Nog maar een paar stappen. En dan is het tijd om de vraag te stellen. Oh, Kevin! Ik word blind! Dat is het probleem met grote diamanten. Natuurlijk wil ik met je trouwen. Is deze kinderkamer niet schattig? Liefje, ik heb de gouden kinderwagen, schat. Precies wat je wilde. Ah! Wacht. Jij hebt geen kinderwagen te duwen, schat. De chauffeur. Mooi. Dit gaat leuk worden. Zeg het eens. Dank je, schat. Heb je een lift nodig? Oefening baart kunst. Ga er maar in. Laten we een ijsje gaan halen. Kijk, een gouden kinderwagen. Dat heb ik nog nooit gezien. Ik heb niet eens een gewone. Een waterfles. Tijd om creatief te worden.
Creativiteit is helemaal gratis. Schattig, hè? Tijd voor een testritje. Ga er maar in, kleintje. Blijf maar lekker warm. Oh, ik ben zo blij. Dit restaurant is zo mooi. Is hier iemand? Voorgerecht, mevrouw. Alleen het beste voor u. Ziet u iets wat u lekker vindt? Ik neem het allemaal. Dankjewel. Ziet er goed uit. Smaakt. Oké. Ik hou niet van groenten. Dit lijkt er meer op. Een Haribo. Wauw, dat was zo lekker. U had gebeld. Tijd voor het hoofdgerecht, neem ik aan. Ruim het allemaal maar af. Begrepen. Wow, dit was een verspilling. Het is ons lekkerste gerecht. Oké. Lunch is klaar. Ziet er best lekker uit, nietwaar? Is er nog zout? Ah, dat geeft niks. Het is lekker. Ik heb zo'n honger. Dit is precies wat ik nodig had. Nu is het tijd voor de afwas. Ik heb eigenlijk nog steeds honger. Hé, er is niemand die kijkt. Klaar. Nu hoef ik geen afwas te doen. Tot de volgende keer. Ik ben zo efficiënt. Ik heb al de hele dag trek in chocolade. Oké, dat is dan €2,50. Oh, ik weet niet zeker of ik wel genoeg heb. Sorry, ik heb niet genoeg. Dat dacht ik niet. Welkom in je nieuwe appartement, mevrouw. Niet slecht. Serieus? Allemaal van mij. Natuurlijk, mevrouw. Waarom ben je hier zo goed in? Ik breng hier al mijn tijd door. Sorry. Go. Oké. Wow. Woo. Laat maar zien wat je hebt. Tijd voor een film. Er is hier niks te doen. Wow. Van mij. Ach, niet alweer. Oh yeah. Woo. Yeah. Hey, kappen met die herrie. Oké. Woef, woef, woef. Nou, beter dan niks. Wow, jullie zien er geweldig uit. Jullie mogen doorlopen. Niks zo erg als naast vreemden zitten. Veel beter om gewoon elk ticket in de zaal te kopen. Het regent. Dat gaan we kijken. De enge. €5 voor een stomme film? Ik geloof dat ik wel wat geld bij me heb. Zou dit genoeg zijn? We komen nog ruim €4 tekort.
mijn spaarvarken. Hier moet geld in zitten. Serieus? Dat is een teleurstelling. Het was het proberen waard. We hebben nog lang niet genoeg. Laten we op jacht gaan. Mijn zelfgeschreven liedjes moeten toch wel wat opleveren. Je betaalt me om stil te zijn? Het is in ieder geval niet niks. Oké, het begint al op te schieten. Hier moet vast nog wel wat euro's te vinden zijn. Is dat alles? Nog wat briefjes in deze zakken? Is deze wel voor mij? We zijn er bijna. Hoeveel heb jij gevonden, Bella? We komen nog 80 cent tekort. Zullen we wat proberen? Een ticket voor 1 persoon, alsjeblieft. Ja hoor, dat past wel. Dank je. Klaar voor de film, Bella? Tijd om tevoorschijn te komen. Er gaat niets boven een 2 voor de prijs van 1 deal. Ja, we zijn er klaar voor. Wauw, zijn ze het echt? Pardon? Jij gaat helemaal nergens heen, dame. Misschien dat deze bankbiljetten je van gedachten doen veranderen? Het zal ons kleine geheimpje zijn. Ga maar naar binnen, mevrouw. Hey, alles lekker? Ik heb de nieuwste telefoon voor je. Die heb ik al. Oh, dat had ik kunnen weten. Wat een afgang. Hoi, mag ik? Maar ik heb deze helemaal zelf gemaakt. Geen interesse. Oeh, hey, laat haar maar door. Dit is fantastisch. Wat? Hoe is Mickey binnengekomen? Dat is zo oneerlijk. Ik kan niet schilderen. Nog even wat blush opdoen. Hey Betty, laten we naar de bios gaan. Zullen we met jouw nieuwe auto gaan? Hi Mickey. Wat een leuk spijkerjasje heb je aan. Dankjewel. Ik moet naar de scheikundeles. Wat ben ik, onzichtbaar? Mijn verf. Een leeg doek? Ik heb een briljant idee. Eens kijken of Thomas haar jasje zometeen nog leuk vindt. Ik moet snel zijn. Niemand houdt van vlekken op kleding. Het lijkt net alsof ze in de mosterd is gevallen. Ja? Je hebt wat op je jasje. Oh nee! Maar ik ben altijd zo voorzichtig. Geen zorgen. Niemand zal het opmerken. Jammer. Maar ik kan er wat aan doen. Heb je een vlek op je kleding? Laat het je inspireren om een uniek kunstwerk te maken. Doe een handschoen aan en schilder dan de handschoen. En druk hem tegen de stof. Kijk al die leuke kleuren. Wat extra spetters geeft het een leuk effect. Klaar. Yes, ik heb het beste gemaakt van een nare situatie. Wauw, dit moet ik op social media zetten. Je design zou viraal gaan. Wat gebeurt er allemaal hier? Waarom ziet haar jasje er zo leuk uit? Oh, weer een mooie dag. Ah. Goh. Dat is een stuk beter. Eerst moet ik scrubben. Mijn high performance shampoo. Nu tijd voor conditioner. Wat zou ik moeten doen zonder mijn haarmasker? Je kan toch niet naar school met deze grove poriën? Deze huisverzorgingsroutine is behoorlijk uitgebreid. Maar hé, als je het kan betalen. Niet de lippen vergeten. Tandpasta? Als het om haarverzorging gaat, kun je nooit genoeg producten hebben. En als laatste... Oh yeah... Hallo, meneer Thomas. Tijd voor de was.
Ik heb niet veel geslapen vannacht. Even wakker worden met een hete douche. Zo, ik voel me nu al beter. Die 10-in-1 zeep is zo handig. Waarom zou ik een fortuin uitgeven aan verschillende flesjes als je het ook gewoon allemaal in één kan krijgen? Oké, nu maar nog. Oh ja, dat voelt goed. Nu ben ik weer helemaal fris. Hoe is het met mijn adem? Ik moet absoluut mijn tanden poetsen. Ja, dat goedkope spul werkt ook op tanden. Liever sparen dan uitgeven. Bijna vergeten. Ik moet deze berg kleding nog wassen. Ik heb deze gisteren naar de sportschool gedragen. Dus ze kunnen wel een goede wasbeurt gebruiken. Dat zou goed moeten zijn. Oké, klas. Wie kan deze som oplossen? Iemand? Ik niet. Betty? Kom maar naar voren met dat chique mantelpakje. Oké dan. Ga je gang, kom op. Ik weet niet eens hoe dit moet. Wat? Ga maar zitten. Jeetje, ze hoeft niet zo naar me te schreeuwen. Iemand anders? Oké, kom maar. Mickey alweer, Zit er een gat in haar rok? Dat is nou heel jammer. Misschien moet ze af en toe eens iets nieuws kopen. Ik kom eraan. Wow, mijn rok. Die onderbroek, dat is zo gênant. Hey, nu ik toch de aandacht heb. Die danspassen zijn ook gaaf. Niet stoppen, oké? Dit gaat zoveel likes krijgen. Ik ga het de ondergoedshake noemen. Ja, enig. Kijk dit nou. Iedereen vindt het leuk. Waarom gebeurt dit steeds? Genoeg! Niets is zo machtig als het populairste meisje op school. Kijk ze nou. We hebben onze dagelijkse selfie nog niet gemaakt. Vergeet de filter niet. Hey, ik ben niet eens in beeld. Neem er nog een paar. Lachen. Ben je nu tevreden? Nee. Problemen van rijke meisjes. Ik heb andere dingen om me druk over te maken. Zoals het weggooien van oude troep. Waar komt dit überhaupt vandaan? Selfies zijn in, hè? Nou, dat kan ik ook. Ik moet alleen even wat voorbereidingen treffen. En nu de telefoon nog plaatsen. Zo blijft hij op zijn plek. Met de zelfgemaakte tripod. Oké. Hey, Essie! Ik? Ja! Whatever. Zullen we samen een selfie maken? Zo zijn we allebei in beeld. En? Wauw, ze zijn zo goed gelukt! En je kunt me zelfs helemaal zien. Essie? Hallo? Vind je het goed als ik hier even blijf? Wat is er hier aan de hand? Schat, ik ben thuis. Oh, je ziet er fantastisch uit, lieverd. Dat had je niet hoeven doen. Ik bedenk me net iets. Wat? Ik moet een nieuwe roze iPhone bestellen. Laat dat maar aan mij over. Er gaat niets boven bezorging aan huis. Zie je? We matchen. Ik kan ze allemaal hierin doen. Natuurlijk. Vandaag was verschrikkelijk. Bloemen zullen me opfleuren. En die daar zijn prachtig. Zouden ze van iemand zijn? Misschien eentje. Dit is privéterrein, mevrouw. Oh, dat wist ik niet. Is dit echt nodig? Ik ben geen crimineel, ik zweer het. Ugh, geen tranen alsjeblieft. Oké, ik hoop dat je je lesje hebt geleerd. Zeker weten, dankjewel. Die zijn niet van u, mevrouw.
Wat een gekke dag. Ik wist dat ik thuis had moeten blijven. Wacht, er heeft toch iemand aan me gedacht. Deze huwelijkstaarten zijn saai. Hoi, dit is ons duurste model. Dat zou je niet zeggen. Dit is misschien meer uw smaak. Het is onze beste surprise. Berry saai bedoel je? Ik weet het al. Dit is speciaal gereserveerd voor onze high-end bruiden. Ja hoor. En bedankt voor niets. Ik heb er nog eentje. Wat een tijdverspilling. Waarom heb je me deze niet meteen laten zien? Dit is de taart van mijn dromen. Hij is helemaal voor jou, aanstaande bruid. Gelukkig, je lacht. Kun je je voorstellen dat je zo'n bruidstaart hebt? Oh, romantisch. Perfect voor een prinses. Hé, schat, kijk deze taart eens. Hij kost 1000 euro, maar ik wil hem echt heel graag. Eens kijken wat ik kan doen. Ik kan extra diensten gaan draaien op mijn werk. Klinkt goed. Kon ik maar... Wacht! Oh, Betty. Zie je iets wat je leuk vindt? Waarom een gigantische taart als je er eentje helemaal voor jezelf kan hebben? Ik hou van je. Ugh, allemaal oud nieuws. Wat zou er op tv zijn? Kijk die dame eens. Dankjewel, dankjewel. Wauw, dat brengt me op een idee. Ahem. Hallo? Ja, nu meteen. Waarom tv kijken als ze live in je woonkamer kan zingen? Kan ze niet iets levendiger zijn? Nee, dit is veel saaier dan ik had gedacht. Oké, dame, ik heb genoeg gehoord. Oké, dan. Beter? Hoe onbeleefd. Volgende. Kijk deze jongens eens. Ze kunnen wel zingen, maar ik heb genoeg gehoord. Oké. Volgende. Mooi huizenbier. Tijd om het op zijn kop te zetten. Dit is niet slecht. Er zit een goede groove in. Ja, klinkt lekker. Neem al het geld, je verdient het. Woehoe, geld voor iedereen. Dat was serieus fantastisch. Volgens mij vond de baby het ook mooi. Man, ik ben dol op dit nummer. Kun je het ook horen, kleintje? Ik weet wat kan helpen. Het past niet. Ik wil dat de baby de muziek hoort. Dit is mijn enige koptelefoon. Nee! Nu kan ik helemaal niet meer luisteren. Tenzij... Ik weet iets. Ik heb alleen dit nodig. En deze. Ik hoop dat baby mijn stem mooi vindt. Ik geloof van wel. Dat was een vermoeiend dagje shoppen. Phew. Zo erg was het niet. TV, ik ben in de keuken. Tijd om mijn nieuwe aankopen te bewonderen.
Kijk hoe schattig. Ze zijn zo klein. En deze? Deze zal hij voorlopig nog niet passen. Kijk deze. De kleinste schoentjes. Hé, die heb ik niet gezien in de winkel. Die zijn nog veel schattiger dan deze. Ah, lieverd. Wat is er? Ik moet die babyschoentjes hebben. Huh? Ze zijn inderdaad best wel schattig. Oké, wat jij wilt. Ik zou deze graag kopen. Ben je nu blij? Ja, zo blij. Zijn we nu klaar met shoppen? Ze zijn van jou, zie je? Wauw, wat een schattige spullen hier. En kijk hoe klein. Staat daar 200 euro voor deze? Oh, deze zijn ook schattig en veel betaalbaarder. Ik had deze graag. Oké, dat wordt dan 4 euro. Geen probleem. Of misschien wel. Ik heb maar 2. Ik kan ook niks betalen. En haar kleine schoentjes dan? Wat zeg jij? Ja, dat is prima. Wat een vreemde dame. Oh, wow, wat is er aan de hand? Yeah! Hey, dit is de gevangenis, geen tv-studio. Maar kijk, ziet het er niet leuk uit? FOMO, ik snap het. Mag ik meedoen? Yeah! Huh? Deze stilte is oorverdovend. Het geluid van mijn eigen gedachten is gewoon te luid. Ah! Hey kleintje, jij houdt wel van feesten, nietwaar? Woehoe! Woehoe! Oké, dank je. Is dit goed genoeg voor je? Ja hoor. Laten we gaan. Heb je het geld? Oeh. Yeah. Klaar. Yep, dat ziet er goed uit. Oh man, ik wil ook zo eentje. Ah. Aha. Huh? Hey. Yeah. Huh? Yeah. Alweer? Precies wat ik nodig heb. Vandaag speel ik voor tatoeëerder. Hey! Cool! Wow! Ben je er ook een? Ja hoor, dat doodt de tijd een beetje. Het gaat er heel anders aan toe bij rijke kinderen zoals Bella. Serieus? Tijd om op te laden. Ik stop hem gewoon hierin en in de muur. Bijna tijd voor een nieuwe stekkerdoos. Oeh, de reclame is voorbij. Deze filmzenders zijn top. Hoe hebben mensen ooit zonder kunnen leven?
Kom op nou, ga naar rechts. Ik zei rechts. Nee. Ik wist dat ik hem op had moeten laden. Hé, kleintje. Wat ben je toch schattig? Oké dan. Weet je het zeker? Ja? Is dit mijn energierekening? Wow, dat zijn heel veel nullen. Dit kan toch niet allemaal van mij zijn? Dat kan ik niet betalen. Er moet een betere manier zijn. Als je geld nodig hebt, word je vanzelf wel vindingrijk. En ik heb echt wat extra geld nodig. Stopcontacten zijn eigenlijk toch overbodig. Soms is creativiteit een noodzaak. Ik presenteer de magische elektrische machine van Thomas. Ben je klaar hiervoor, Mr. Whiskers? Tijd om te gaan rennen. Dit zou voldoende stroom moeten genereren. Ga door. Je bent een rockstar, meneer Whiskers. Goed bezig. Blijf rennen. Geen pauzes. Je bent er bijna. Het is gelukt, kleintje. Ik ben misschien arm, maar wel volledig opgeladen.